Dit is Flevoland van zondag 10 september. De politie heeft vannacht 4 mensen aangehouden. Ze hebben mogelijk iets te maken met een persoon die dood is gevonden in een huis in de Klip in Lelystad. Een woordvoerder van de politie wil er verder weinig over kwijt, behalve dat een misdrijf niet wordt uitgesloten, maar dat andere scenario's ook nog worden onderzocht. Volgens een buurtbewoner was er geschreeuw te horen bij de betreffende woning. Volgens andere buurtbewoners zou het slachtoffer een alleenstaande man op leeftijd zijn. 30 verdiepingen lopen, volledig in brandweerkleding. Honderden brandweermensen deden dat vandaag bij het World Trade Center in Almere. Nou, vandaag is de tweede editie van de Firefight Stackline. Wij doen een herdenkingsloop voor omgekomen hulpverleners. Morgen is natuurlijk 9-11. In het teken van daar doen wij een herdenkingsloop. Met de loop werd geld ingezameld voor het goede doel. Brandweer zonder grenzen. Die zetten zich in wereldwijd voor gebieden waar het moeilijk gaat. Zo zijn ze sinds kort naar Oekraïne gegaan of naar Polen, want ze konden Oekraïne niet in. En daar hebben ze brandweermaterialen, maar ook hun kennis en expertise hebben ze gedeeld. En dat hebben ze overgedragen om in conflictgebieden, gebieden die het minder hebben, om hun spullen daar te doneren en te introduceren en ook de kennis en de kunde daarvan. Er was een officiële wedstrijdloop en een recreatieve. Uit heel het land deden brandweermensen mee, getraind en ongetraind. Nou, het is gelukt, hè? Ja, het is gelukt, ja. Ik zie wel wat zweet op het kopje. Ja, ongetraind was misschien niet zo'n goed idee, maar ja. Hoe lang heb je erover gedaan? Weet je dat al? Ik heb geen idee. Echt, ik ben een paar keer onderweg moeten stoppen om even op adem te komen, maar ja, ik heb geen idee hoe lang ik erover gedaan heb. Wat maakt het zo zwaar om die trap op te klimmen? Ja, het is gewoon veel. Ja, je zit meteen heel hoog in je ademhaling en ja, je moet jezelf vooruit blijven trekken. Dat maakt het zwaar, denk ik. Nou, het zit erop, hè? Ja, zeker. Ja, eigenlijk wel goed gegaan, denk ik. Ja? Ja, weet je ook een tijd? Of? Nee, tijd weet ik niet, maar je hebt wel een bepaalde indicatie van nou, het gaat goed of het gaat niet goed. Ik heb een paar keer getraind op een Stairmaster. Dat is eigenlijk een soort van automatische loopband. En daar liep ik een mooie tijd op, maar helaas niet te vergelijken met de gewone trap. Het was de tweede editie. De organisator Bas Scharlo kwam op het idee, want hij wilde graag iets doen voor zijn naasten. Voor mij persoonlijk is het heel veel waard, omdat het ja, maatschappelijk gezien wil ik graag wat doen voor anderen zonder financieel daar beter van te worden. Hè. Van de ene hand was de andere en ik geloof daarin en ik geloof ook als we dat samen doen dat je heel veel kan bereiken. Nou ja, dit evenement is daar een goed voorbeeld van denk ik, want de hulpverleners lopen, maar als je rondom je heen kijkt, de patatkraam is een brandweerauto, de drankuitgifte is een brandweerauto. De mensen van het licht en geluid zijn brandweermensen. Alles wordt georganiseerd door brandweermensen, voor brandweermensen en door brandweermensen. En ja, dat is een beleving en een sfeer. Daarvoor doen we het. Bij 9 patiënten op de afdeling cardiologie van het Flevo ziekenhuis is het norovirus aangetroffen. Het norovirus is zeer besmettelijk en veroorzaakt vooral maag- en darmklachten. Op de afdeling cardiologie worden er daarom voorlopig geen nieuwe patiënten opgenomen. Ze worden tijdelijk op andere afdelingen verpleegd. Het Flevo ziekenhuis heeft maatregelen genomen om verdere verspreiding van het norovirus tegen te gaan. Zo moeten bezoekers na het bezoek direct hun handen wassen en het ziekenhuis verlaten. Ziekenhuismedewerkers die klachten hebben, moeten thuis blijven en kunnen pas weer naar hun werk als ze 24 uur klachtenvrij zijn. Dit weekend waren de open dagen van de culturele broedplaats in Marknesse. Verschillende kunstenaars, ambachtslieden en verzamelaars van vintage spullen openden hun deuren voor het publiek. Een van hen is de 82-jarige pottenbakker Kees Hogendam. De hoeveelste pot zou dit zijn? De hoeveelste pot? Nou, het loopt in de honderdduizenden. Maar echt heel veel. Ik heb heel veel potten gemaakt. Hoe lang doe je dit al? Ruim 60 jaar. Kees Hogendam was een van de eerste kunstenaars die 15 jaar geleden het voormalige waterlaboratorium kraakte. De plek groeide uit tot een culturele broedplaats. Inmiddels is het pand in handen van een commerciële partij, waar de kunstenaars en ondernemers hun ruimte van moeten huren. Kees Hogendam heeft besloten om de deuren van zijn atelier volgende maand te sluiten. Vanwege de gestegen kosten, vooral. Maar misschien was het een zetje om ook een beetje rustig aan te doen.
dat dingen gebeuren bij mij altijd niet. Het is eigenlijk met een bestemming. Hoogendam zal gemist worden in Marknesse, waar hij nog altijd veel studenten over de vloer krijgt. Maar ook elders in het land geniet de pottenbakker respect. Een aantal oud-cursisten kwam daarom afscheid nemen van hun leermeester. Kees is een vakman. Echt een pure ambachtsman in alle vezels van zijn lijf. En dat is ook gewoon heel bijzonder om een keer mee te maken en daar les van gehad te hebben. Kees Hoogendam, die in Zwolle woont, zal zich in de toekomst gaan toeleggen op tekenen en schrijven. Gespannen koppies op Urk-vlak voor de start van de 32e editie van de Fish Potato Run van Urk naar Emmeloord. Altijd de tweede zaterdag van september en dat is dit jaar niet anders. Ja, we zijn van start! Bang! Daar gaat ie! Let's go! Bijna 1400 lopers aan de start van de hoofdafstand, de 8 mijl. Ze komen niet alleen uit Noordoostpolder, maar uit de wijde omgeving. Warme omstandigheden met bijna 30 graden, maar dat weerhield veel mensen er niet van om te gaan lopen of om te gaan kijken. Met aan kop van de wedstrijd al snel deze Robert van der Stelt uit Apeldoorn in het witte shirt. Speciaal tintje voor hem, zijn vrouw komt uit Urk en dus een soort thuiswedstrijd voor hem. Bij de vrouwen is Eline Kelly uit Eesveen drievoudig winnaar die aan kop gaat. Na een kilometer of 5 gaat van der Stelt solo en dan is er zelfs tijd voor een praatje. Wat? Wordt een eitje. Ja, hè? Dan gaan we rechtdoor. Van der Stelt komt na 12,8 kilometer als eerste over de finish in een tijd van 41 minuten en 23 seconden. Een wedstrijd die hij graag wilde winnen. Robert van der Stelt, het is hem. Ja, AVV Noord daar doet het voor. Ja, hij is de eerste man van de Fisch-Potato-Run. We zijn gisteren teruggekomen van vakantie. Ik dacht, deze kan ik niet missen. 2 jaar geleden heb ik hem ook gelopen, toen werd ik tweede. Dat was een beetje het begin van mijn... dat ik dacht van, ik kan toch wel wat. Toen ben ik meer gaan trainen, toen dacht ik, ik moet hem nog een keer lopen en dan winnen. Dus dat is gelukt. Maar het is gewoon vooral heel leuk met al het publiek en gezelligheid, lekker weer. En gewoon contact met andere atleten is ook altijd goed. Dus dat is gewoon heel leuk. Bij de vrouwen blijft het spannend, want Kelly heeft gezelschap gekregen van Jacqueline van der Graaf. Uiteindelijk plaatst ze een sprintje en wint ze wel weer voor de 4e keer. Al die mensen langs de kant, dat is fantastisch. Dan ga je eigenlijk op de kant vanzelf. Het is gewoon heel leuk, maar deze jaar was wel moeilijk. Toen heb ik een stukje voorop gelopen, ik denk een kilometer of 2, 3. Toen werd ik ingehaald en toen hebben we eigenlijk samen opgelopen. Tot het laatste stukje. Toen, wat ik zeg, wat versnellen en kijken wie het snelst was op het laatste stuk. Dat is gelukt. Geen toptijden dus tijdens deze 32e editie en dat had alles te maken met de zware omstandigheden. Voor de recreant was het misschien nog wel zwaarder dan voor de meer getrainde wedstrijdloper. Vind je het fijn, dat sponsje? Heerlijk, lekker cool. De organisatie had dan ook van alles uit de kast gehaald met extra waterposten en extra mensen die hulp kunnen aanbieden langs de kant. En als je dan over de finish komt, een zwembad na afloop. Heerlijk sfeertje gisteravond laat op de Esplanade in Almere tijdens de laatste uurtjes van de Challenge Almere Amsterdam. Onder tropische omstandigheden werden de laatste deelnemers van de triathlon binnengehaald door een dol enthousiaste menigte. In het feestgedruis was er ook voor de organisatie eindelijk tijd voor wat ontspanning na een intensieve dag met prachtige winnaars. Het is een geweldige dag. We hebben twee Nederlanders die hebben gewonnen, Europees kampioen zijn geworden. En Menno Koolhaas ook nog eens in een recordtijd. De snelste tijd in 42 jaar triathlon historie in Nederland. 7:36:36. Het is ongelooflijk. Hij kon het zelf niet geloven. Wij kunnen niet geloven. Het was een ongelooflijk warme dag, maar het was ook een ongelooflijk mooie dag. En dan is dit een heerlijke afsluiting, hè, met al dat enthousiaste publiek hier. Ja, het is echt de ontlading voor iedereen, voor de atleten, maar ook voor die 800 vrijwilligers die hier dag en nacht in touw zijn geweest. Dit is de kers op de taart. Dit is één groot feest. Het dak gaat eraf in Almere. Dit is wat de triathlon van Almere is. De wedstrijdtoppers waren gisteravond natuurlijk al uren binnen, maar de laatste recreanten moesten toen nog alles uit het lijf persen om op tijd binnen te zijn op de Esplanade.
Traditiegetrouw is het binnenhalen van de laatste deelnemer van de long distance altijd speciaal. Dit jaar niet één, maar een tweetal laatste finishers, want de Ier David Chandler en de Fransman Mohamed Kensous besloten in de laatste kilometers om gezamenlijk over de meet te komen. Vanaf een paar honderd meter voor de finish werden ze begeleid door politiemotoren met zwaailichten en kwamen ze uiteindelijk om 11:50 over de finish. Ga maar aanstaan, 3,8 kilometer zwemmen, 180 kilometer fietsen en dan ook nog ruim 42 kilometer hardlopen. En dan wacht je na 15,5 uur een waar heldenonthaal in Almere. All the bikes around us, all the way back, loads of lights. It was great fun. How tough was this one? Oh, heavens. So, this is my fifth and the hardest one I've done. Yeah. How does your body feel at the moment? Oh, well, now, I'm enjoying this, but in a few moments, boom. Are you coming back next year? Always. It's been 10 years I'm coming. The first one was half. And then I'm trying full distance. 1 year UK, 1 year no. But I keep trying. You come back? This is my first challenge event and it won't be my last.